Ik ben Tom Lefevre. Ik ben verantwoordelijk op locatie Hortipower, een van de productiebedrijven van Tomeco Service, waar wij gespecialiseerd zijn in de teelt van diverse soorten tomaten. Op deze locatie telen we onder andere pruimtomaten en Sammarzano tomaten. Op deze locatie hebben we 14,5 hectare, waarvan 6,5 hectare belicht is en de rest een deel onbelicht, waardoor we in staat zijn jaar rond kwaliteitsvolle tomaten te leveren aan onze klanten en dit op een zo duurzaam mogelijke manier. En in deze zoektocht is LEDTAM een belangrijk item, omdat we enerzijds energie gaan besparen, dus met minder energieinput toch een hogere productie te realiseren, maar ook zeker zo belangrijk de kwaliteit en de smaak van de tomaten hoger brengen. Dit is eigenlijk het eerste seizoen dat we met LED gedaan hebben. Daar zijn we zeker tevreden van. We zien dat de planten anders reageren onder LED-belichting. Dus we zien een generatieve plant die een snellere uitgroeiduur heeft, waardoor de tomaten eigenlijk sneller rijp zijn en dus de plant opnieuw een tros kan aanleggen, waardoor dat we hopen meer productie te kunnen leveren. Wij zien vitalere planten, waardoor de planten zeker minder stressgevoelig zijn en ook meer resistent zijn tegen bepaalde ziektes, waardoor het kan zijn dat wij toch minder moeten gaan spuiten of dergelijke. In onze zoektocht naar LED-lampen hebben we verschillende leveranciers bekeken en hebben we uiteindelijk voor Orion gekozen omwille van het watergekoelde model. Om zeker op lange termijn, want dit is toch een grote investering die we op lange termijn moeten kunnen afschrijven. En we geloven dat de combinatie van de waterkoeling zorgt voor een langere levensduur en een hogere efficiëntie van de lamp, waardoor dat we terug duurzamer bezig zijn. Op het moment dat we op zoek zijn naar LED, hadden wij toch een aantal verwachtingen of eisen van LED. En dat is in eerste instantie een lagere temperatuursinput. Wij telen rassen die neusrotgevoelig zijn. En omdat wij de lichtpollutie willen verminderen, willen wij meer gaan schermen, waardoor we met enkel sonté een te hogere kasttemperatuur zouden krijgen. Wij telen hier diverse soorten pruimtomaten, onder andere dus klassieke Roma Red tomaat, maar ook een Sammarzano tomaat of een mini pruimtomaat. Doordat we naar een hogere lichtintensiteit zijn gegaan, hebben we eigenlijk dezelfde energie-input, maar we hebben wel meer productie. Dus of op lampniveau hebben we ongeveer een 40% elektriciteitsbesparing. Momenteel zien we een productieverhoging van een 10 tot 12%, maar dit moeten we nog verder uitzoeken in de toekomst, hoe dat we dat nog kunnen verbeteren. Wij zien dat wij goede brikswaardes halen onder de LED-lampen en dat wij zelf richting dezelfde brikswaardes kunnen gaan als in de zomer. Dus wij zijn ervan overtuigd dat we met LED qua smaak niet moeten inboeten op het natuurlijk licht. Omdat door LED te installeren kunnen wij de planten in een beter evenwicht houden en daardoor kunnen we de smaak optimaal houden. Waar ik het meeste van onder de indruk ben, is dat de planten toch generatiever zijn en een veel snellere uitgroeiduur kennen. Zo zien we onder de LED of de hybride een 10 dagen snellere uitgroeiduur. Dus je wilt zeggen dat de planten daar toch goed op reageren en waardoor dat ik zeker potentieel zie om in de toekomst verder te gaan met LED.